Het veld van Cambuur is van de media onbedoeld vernield. De auto van Auke Visser, beter bekend als Auke de Sloper, rekken midden op het veld vast. Het veld is nu een grote zandbak omdat er nijwieke kunstgas online wordt. De skeer in zeker in de tienden euro's. En Auke Visser zal dat bedrag naar alle gedachten betel je matten. Maar hij had er al uit geweest. Wat dan? Atsipi, wacht even man, houd me moeite niet met. Atsipi het hek gewoon open laten hadden, wel. Dan had hij dit en had hem eruit getrokken. Maar dat zei nee, dat gebeurt net. Hij blijft hier staan tot Mandy. Hij zei het, of niet? De gemoederen rinnen van een beetje heeg op het Cambuurveld. Het hier wat wij van een klucht. Cambuursupporter Auke de Sloper die het onbedoeld en met al zijn goede bedoelings zien namen hier rondot. Hij zoemt een Duitse leverancier het paard wiezen naar het nieuwe Cambuurveld. En doe ik hier het mis. Ik wist niet dat het zacht was, dat wist ik niet. Omdat het eerste 20 meter goed ging. En de laatste 5 meter ging het fout. Toen zakte ik weg. Want dat was te laat. Ik denk nou een beetje meer gas geven. Maar ja, meer gas geven, hoe dieper dat ging. ik kon niet alles. Ik heb het niet meer opzet dan. Ik heb het aan voor Vellinga, voor Cambuur, dat die auto hier was, die trailer, want die man moest weer naar Duitsland toe, dat die losse kan. Nou, dat hier aan mijn hoek had hij aan het lossen geweest. Nou, en ik stond hier. Ik kon nergens heen. De terreinman van Cambuur die er op het hek dicht, zodat Auke helemaal niet meer voort komen koeien. En toen ontstond er wat trouwerij. Het bedreigd door drie man van Cambuur. Nou, dan zal ik het hier laten, want ik heb een auto. Dan zal ik even pakken. Het ze hier met achteraan zitten. Maar toen wilden ze wel lopen. Hè. Toen wilden ze wel lopen. Maar ik had geen naam gegeven. En ik kon niet zomaar zeggen zo ver over dat hek heen. Hoor. Ze stonden daar ook. Maar ja, ze vlogen wel weg hoor. Wat een toestand, hè? Het is een heel toestand, hè? Ja. En mij wil ik rennen van mijn zeden. Het geeft me je even aanbied, stek ik je. Ik weet er niks van, jongens. Ik wil er niks van je zeden. De terreinman doet er het zwijgend aan. Er komt hield het meer volk bij. En mij trok tactisch ingrippen van de politie vallen er net meer klappen. Het veld zal van een pad op een nij egaliseerd worden matten. En dat kost het zeker enkele duizenden euro's. Of het onlezen van het kunstgasveld dat Mandje uiteenzetten zoeken nog vertraging oprint, is nog net al heel duidelijk. En ik het totale skeerbedrag moet nog uitrekenen worden. Ja, maar hij gaat goed.